vader en mijn grootvader waren ook bijaardier. En ik ben er dus als klein kind helemaal mee opgegroeid. En ik zat op school vlakbij de Sint-Jan, bij de Praters, in de Sint-Jozefstraat. En dan hoorde ik mijn vader bijaard spelen. En ik had meteen zoiets van, ik denk dat ik 4 of 5 jaar was, had ik het beeld al van dat wilde ik ook gewoon later kunnen. En de gemeente heeft mij de gelegenheid gegeven om dus mijn vader op te volgen. Daar ben ik nog steeds heel erg blij om. Want het is echt een superleuk beroep. Den Bosch heeft al een hele oude klokkentraditie, een bijaardtraditie. Namelijk al in de vroege middeleeuwen werd er dus hier in Den Bosch, op de Sint-Janstoren met name, met de klokken muziek gemaakt. En dus we zijn eigenlijk al vanaf, zeg maar zo'n 600 jaar zijn er bijaardiers actief in het Zetterbosch. En die zijn altijd in dienst geweest van de gemeente. Omdat het een soort overheidstaak was om zeg maar vroeger de tijd aan te geven in de stad. Hè, daarvoor waren klokken bedoeld. En en als er gewoon beroemde mensen in de stad kwamen of... Of de stad had publiciteit muziek nodig, dan ging de bijaardier dus muziek maken op het stadhuisbijaardje of op de Sint-Jansbijaard. Maar na de inname van Den Bosch in 1621 heeft de nieuwe overheid in die tijd heeft toen eigenlijk een nieuw stadhuis laten bouwen. Die Hollanders die wilden ook pronken met hetgeen wat ze hadden, zeg maar. Dus die wilden ook dat de mensen dus in de stad heel goed die klokken konden zien. Dus wat doe je dan? Dan zorg dat de toren open is gewerkt, dat je die klokken vanaf de grond kunt zien. De hamers die op de klokken slaan, die zijn heel mooi gevormd. En die hangen dus niet aan de binnenkant van de klok, maar aan de buitenkant. Zodat je dus ook kunt zien van de straat af, jeetje, Den Bosch heeft zo'n mooie hamers op die klokken.